die we hier stellen met de ComaScience groep aan de universiteit en het ziekenhuis in Luik is of patiënten na hun coma nog een zekere hersenfunctie hebben. Daarvoor gebruiken we functionele MRI. We maken beelden van het brein, maar eigenlijk van de functie, de activiteit in het brein. En we proberen te bekijken of die patiënten nog gedachten hebben. Want een denkend brein, dat kunnen we visualiseren. En we hebben patiënten die hun coma overleven, maar soms geen enkel teken van bewustzijn tonen. Dat noemen we vegetatieve status. We zeggen nu niet-responsief waaksyndroom. Of patiënten kleine tekenen van bewustzijn hebben, wat een minimale bewustzijnstoestand is. En op een automatische manier hebben we de beelden van de functionele MRI hier geanalyseerd. En dit helpt ons bij het stellen van een betere diagnose. So we did so by scanning all these patients in a resting state. So we put them in a scanner, we scan their brain for 10 minutes, we don't ask them to do anything, we don't apply any external stimulation, nothing. By doing so, we can identify different networks. So here we studied three sensory systems, auditory, visual, motor, and three higher order systems, the frontoparietal, salience, and the default mode network. So we sorted all the networks based on the performance to differentiate between these two populations, and we found that it was the auditory system that did the best differentiation. The auditory system encompasses also visual cortices. So actually this cross-modal connectivity between auditory and visual cortex was the one that was more preserved in minimally conscious state than unresponsive patients. We tested the algorithm, this automatic procedure, on 22 patients scanned, as I said, in Salzburg and New York. And we found that out of these 22, 20 were congruently classified. This means that the outcome of our algorithm matched the clinical behavioral evaluation. Waarom is deze studie belangrijk? Wel, het helpt klinici om een diagnostische uitspraak te gaan doen. Patiënten na een coma, als we niet die technologieën gebruiken, hebben vaak helaas een verkeerde diagnose. 3, 4 keer op 10 denken we, er is helemaal geen bewustzijn meer en toch is er een zekere hersenactiviteit. En vandaar dat die functionele MRI-scans ons kunnen helpen. En we waren ook de eerste om die technologie in te zetten, specifiek bij patiënten met een ernstig hersentrauma of hartstilstand.